Mijn tanden niet gepoetst. Waarom niet? Iets ruik. Kwijtgeraakt met de vuizen. Wat? Tandenborstel. Je woont er al een jaar. Oh, ja. Oké, mensen, het is weer zover. We gaan vandaag swipen met kijkers. Yes. En natuurlijk heel erg leuk, deze video is gesponsord door Happn. Ja, het is echt de enige reden dat ik hier zit. Hij vraagt er geld, hè, voor heb deze video. Heb ik die factuur ooit ontvangen? Het geld heb je ontvangen, ja. Ik weet het eigenlijk niet meer hoor, ik ga zo nog even checken. Kut. Voor we gaan kijken, even een disclaimer. Wij vinden elke vrouw mooi op hun eigen manier. Behalve Patricia Paak. Goed, deze video is gesponsord door Happn, de dating app. Sam, als jij op Happn zit, wat zou jij naar rechts swipen? Alles. Ja, oké. Okay. Is het niet een specifiek iets waar je naar kijkt? Ik doe vaak ook mijn ogen dicht. Ik heb letterlijk beelden van. Dus als jij rechts swipt dan? Zwanger. Nee. Vorige swipe ik al een paar regels. Dit keer 20 plus. Jammer. Ja, dat... Pak die factuur. En we mogen natuurlijk gewoon weer onze mening geven. Ja. Ongezouten. Ja, maar we kregen dit keer bijna 400 mails. Het zijn er 100 minder dan vorige keer. Dus misschien nog een beetje op onze woorden moeten letten. Oké. Iets aardiger. Ja. Laura! Hierbij mijn foto's die ik gebruik op mijn dating app. Lol, nog steeds zonder goed resultaat. Gaan wij eens even kijken waarom dat is. Ja. Misschien omdat je lijkt op die maan emoji. Oh ja, what the fuck. Zo, en hij lijkt op die zon, jongen. Iets aardiger. Ja. We gaan naar Ruben. Nu al een guy? Hij heeft 50 foto's ingestuurd. Oh, leuk. Oh, ja. Jasje uit 2015. Juist. Het is gewoon op een after waar iedereen elkaar ligt te vingeren. Hij heeft gewoon echt zijn laatste 50 foto's uit zijn fotoalbum gestuurd. Hij heeft gewoon 4 afters naar ons gestuurd. Dit is altijd hoe jij erbij zit, hè? Maxine. Ik hou van drankjes, dieren en... dodenherdenking. Dit lijkt op al jouw exen. Maar dan jonger. Wat is ze, 27? Oh, shit, ze ziet er jong uit. Ja. En nu leuk mijn ex ook. Zo. Sowieso gaan wij slapen. De deurbel ging. Dit is een leuke foto. Dit is een leuke foto. Wat is deze tato, joh? Zij doet het zeg maar andersom. Zij zegt, doe de tekening zeg maar in het wit overlaten. Voor de rest van zwart in. Hé, maar jij kent haar al. Nee, rijk. Rechts. Links. Omdat ze lijkt heel klein. Rijk, al je exen 1,40 meter. Sam! Nee, dat wordt hem al niet. Dat lijkt te veel op Sam. Ja? Misschien kun jij met haar gaan daten. Sam. Alles 50-50. Ja. Oh, en 19. Ja, en dan kom je uit Hengelo. Maar de vereiste was 20. En een normaal Nederlands accent. Links. Jill! Ik werk in de zorg met mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Oh, haar ken je ook. Grote billen. Dit is wel voor mij. Ja. Wat? Waarom lijken jullie elkaar? Nee, rijk. Ik lijk niet hierop. Je wil het broer en zus kunnen zijn. Oké, 3, 2, 1. Ja, rechts. Links. Noah! Belgisch. Oeh. Oh ja, ik hou van Belgen, man. Zo Gucci schoenen. Zo, hij ziet een rijke Belg, hoor. Ja, hier zou ik mee op date gaan. Hij heeft een rijke vader. Ja. Niels heeft zo'n schilderij thuis. Het is een Picasso. Ja, dit vind ik gewoon echt knap. Ja, dit is wel echt knap, ja. Ja, ik zou swipen. Links. Marika! Hi poesjes, dit is Loop. Loop is een glijmiddel. Zo! Ja, dit is heel knap. Wauw! Die heeft denk ik hele mooie borsten. Ja, dat denk ik ook. Hé, hey, wat? Die tato's. Die heb jij ook. Maar... Ja, precies hetzelfde. Op dezelfde plek ook. Rechts! Ja. Dus voor het eerst dat we het eens zijn. Maika! Oh, kleine spelling. Ik denk dat Sam deze aflevering een wit t-shirt aan heeft. Hij is een beetje geel, maar... Het is echt helemaal niks. Zo, jezus Sam. Ja, ik hou echt helemaal niet van deze bling bling outfit. Ja, ik hou niet om... Ja, ze is wel echt zo boersblond. Nee. Ja, kijk. Wat heeft zij nou op de hoofd? Lijkt een beetje mijn vorige kapsel. Inderdaad! Ja, dat lijkt op de dop. Oh, daarom vind ik het niet lekker. Dit zou normaal heel goed maken voor mij, maar waar? Die kleding kan ik niet mee. Maaike, 3, 2, 1. Links. Links. Melanie! Half Portugees, half Nederlands. Oh, jij hebt een goede herinnering aan Portugees. Nee, kijk. Daar loopt nog een klein Portugeesje rond, zonder naam. Wat kregen we van haar? Gewoon glam. Misoplasma of zo. Dit is echt waar trouwens. Optitie A en B. Fanke, PS, Rijk, ik heb je al lang op rechts gegooid. Gaan we eens even kijken, Fanke, of wij dat terug gaan doen. Nee. Deborah! Waarom staat er Iris met spetters in de titel? Mijn beste vriendin heeft al jaren een kus op je broer Tim. Ze is tering grappig. Ik ken haar, denk ik. We hebben nog niks gezien. De naam? Iris. Ja. Ja, ik denk dat in die 2000 mensen wel een Iris tussen zat, ja. Zij heeft pas mooie borsten. Zo, dat zie je gelijk. Mooi, yo. Haar tepels staan zo. Zouden die echt zijn? Ja, die zijn echt. En ze is lang, ja ook. Mooi. Wie is het nou? Die linker, maar die rechter is ook ik knap, vind zeg. Die rechter knapper. Beide rechts? Ja, beide rechts.
Amy! Zo. Wel knap. Zo, die heeft mooie lippen. Zo, die is knap. Jezus. Grote hand ook. Zo, ze heeft fucking grote hand. En als ze met iemand ga je naar bed en dan heeft ze echt grote handen en pak ze je dollar vast. En dan lijkt dit echt zo'n kinderpiemel. Nee. Nee? Nee. Oh, ik ook niet. Ja, ik vind dit echt knap. Dus Amy, rechts. Rechts. Anne! Ik kan echt niet meer met een Anne naar bed. Waarom niet? Ja, echt al 50.000. Anne, laat zien Anna, Annen, Anastasia, Anaal. Zo staan ze gewoon in je telefoon. Download happen. Joachim, oh, dat is een man. Gegroet rijke sap, 20 jaar. Ja, te jong. Ik fix die chicks omdat ik backflips kan terwijl ik 120 kilo weeg. Oh, jong. Hij heeft ook best wel mooie borsten. Zo. En hij kan ook backflippen met 120 kilo. Zo. Dan heb je echt gespierde armen. En kapotte knieën. Ja. Wat? Is dit gespierde video armen voor een backflip? Ja, dik. Ik bedoel, nee, vet. Nee. Oh, nee. Nou, Joachim, jij gaat hartstikke op rechts. Zomer! Oh, nee. Ik heb een keer met haar gepaald. Als jij mij zou vragen wat het domste is wat ik ooit heb gedaan, dan is het jouw broer. Waar was dit dan? Feestje. Of op het feestje? Bij mij thuis. Dilara! Ik werk voor een kinderopvang. Nee, ja, dit is echt helemaal niet. Dit is tegenovergesteld van mijn type. Kijk, haar gezicht is een soort kleurplaat. Kijk, als zij de make-up eraf haalt, je hebt geen idee wie je voor hebt. Maar dit is niet eens meer make-up, dit is gewoon een filter. Oké, okay, Dilara, omdat we niet echt je gezicht zien, links. Hey. Zo, dat is echt een flinke achterkant. Dat is echt een hele, dat zijn echt mooie billen, ja. Echt van die sportbillen. Weet je waar ik echt achter ben? Ik hou niet echt van sproeten. Ik moet gewoon altijd aan die meme denken van shit hit the fan. Je hebt letterlijk zelfs foto. Oké, ik vind haar sproeten echt prachtig. Ja? Ik vind die eerste foto echt fantastisch. Nou, en de tweede vind je ook? Maar die derde? Dus, oh, dan ben ik heel benieuwd. Wat wordt er bij jou? Floor, links. Rechts, maar met heel veel make-up over die sproeten heen. We hebben net naar links geswipt omdat iemand make-up had. Ik ben Imara, ik ben 21, ik maak muziek en theater. Verder is mijn levensmotto neuken, zuipen, smoken, snuiven. Rechts. Aangenaam Imara. Ja, je valt niet op. Zij is echt heel erg Amsterdam Noord. Dit is anti-kraak. Lena, 23 jaar, ik wil ook aandacht. Ik ken haar. Zo hal, waar ken je haar van? Ja, van uitgaan. Wat heb je met haar gedaan? Niks. Zij is wel knap, ja. Zij is het echt ook echt zo knap. Dit lijkt wel met meer. Kijk, zo ziet ze eruit. Zij is echt knap. Zo wel voor jou. Lena, je gaat op rechts. Rechts. Zeker. Maaike! Foto. Zo, die is wel knap hoor. Ja, die is wel knap. Ja, maar het moet niet met een dalende lijn blijven. Kijk, dit vind ik nou mooi make-up opdoen. Even zo een beetje en dan... hoe heet dat hier zo? Blush. Blush. En dan... Dat heet geen blush. 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 Ik vind dit echt heel knap. Links, Sienna. Heb je haar achternaam gezien? Bal tussen. Ja, Rijk gaat het niet doen. Er staat geen bal tussen. Ik hoorde dat een van jullie wel hield van een kleine blonde meid. Kleine blonde van... Booty call. Was dat een booty call tijdens wat je aan het swipen bent? Ja. Oké. Okay. Ja, ze heeft wel enorm... Ze heeft borsten. Fuck, ja. Oh, en ze heeft billen. Oeh. Wow. Ze is inderdaad een kleine blonde vrouw. What the fuck? Ja, ze komt net bij de leuning. Ja, kijk, als je echt horny bent, dan kan je dit. Als ik niet hoor... Als ik zeg maar normale... gewoon normaal happen. Ja, dan links. Links. Oké. Okay. En rechts, toch rechts. Ja. Anna! Oh, ze is met jou op de foto. Oh, ze is ook met mij op de foto. Oké. Okay. Snap je nou wat ik bedoel met dat gordijnkapsel van jou? Oh, we hebben echt hetzelfde haar. Mila! Ja. Wauw. Sorry. Valt gewoon van de stoel af. Echt alles klopt. Ze heeft prachtige wenkbrauwen, prachtige ogen, prachtige wimpers, prachtige neus, prachtige lippen. Tepel piercings. Wel een keuken uit de jaren 40. Ja, maar dat maakt niet uit. Ze heeft tenminste een keuken. Ik heb nu ook een keuken. Ja, dit is 100.000. Ja, Mila is voor mij een 10 bijna. Joelle, ik heb het gevoel dat als jij een vrouw zou zijn, dat je het zo uit. Ja, dit is precies, ik zeg het. Dit ben jij! Nee. Ze heeft ook een vaatdoek aan. Ik heb die groentesoort nog nooit gezien. Dat was fruit. Oh. Marten. Ik ben zorgzaam, lieg en mega grappig. Ik lieg, ik ben ook niet grappig. Nee, ik ben ook niet zorgzaam. Wow, waar is dat? Dat is fucking mooi, de achtergrond. Ja, zij is irritant slim, denk ik. Zij is een beetje net als jij, zo al de hele tijd feitjes. Waarom kijkt ze elke foto? Doe je ogen voor dan open, een foto. Maar voor nu, links. Emma! Nou, dit is gewoon een serie moordenaar, hoor. Ik vind het gewoon eng.
Dat is gewoon eng. Ik krijg helemaal lippie. Ze heeft gewoon de handschoentjes aan om geen vingerafdrukken achter te laten. Die snijd je echt open. Super knap. Ja. Rechts. Ja, rechts. Echt wow. 10 uit 10 ook. Lin. Sexy foto. Ja, een soort, hoe heet zo'n ding? Niet een badpak, maar een... Een body. Dat vind ik zo nice. Iemand dat... Zo mooi. Maar het is wel lastig naaien altijd als je op een feestje bent. Nee, naaien. Juist goed. Nee, want niet bij elke gaat hij zo open. Echt een angel. Dus Lin, rechts. Rechts, ja. Ja, support, hè? Hells Angels. Nee. Motorbende. Nee, de Ginger Community. Rucky Tucky. Donnie! Ik ben hetero, maar ik zou Rijk wel ballen. Gefeliciteerd, Donnie. We zijn afgekomen ja, niet hetero. Je bent toch echt wel gay. Nee, niet gay. Gewoon bi. Bi, ja. Oeh, hij is wel knap. Ja, jij bent ook bi. Hij zou zeg maar dat je terugkomt van de wc op een date. Dat hij heel naakt is. Ja. Hij doet die naakt terug. Juist. Hij heeft echt een enorme dollo, denk ik. Dat denk ik dus. Echt, zeg maar, maar eentje zeg maar dat je echt denkt, ik wil dit niet. Ja, en dat doet bij mij altijd te pijn. Nee, ja. Sienna! Moeder van 2, 24 jaar oud. Ben niet zo goed met afwijzingen. Oh, oké, okay, dan doen we met jou... Links. Noah! Oh, zo. Oh, hè, je zit bij de EBO. Of de marathon gelopen, of een pil te veel genomen. Oh, er was toch een pil te veel. Er was geen paracetamol. Ga lekker, jongen. Kwartier later. Wat zijn dit nou voor foto's, vriend? Ja. Links. Links. Met de... Is dat haar achternaam? Zeker Heuker of Hoek. Weet ze zelf ook niet. Dat is een van de twee, jongens. Ik weet niet zeker of jullie mij nog herkennen, maar ik sta in de podcast bekend als Scheet Mevrouw. Is dit die vrouw van de sportschool? Ja, even het verhaal. In de podcast hebben wij verteld dat Sam eens een keer in onze sportschool was. En toen was hij zijn benen aan het trainen op zo'n pushmachine, weet je wel. En toen stond zij naast Sam en toen liet Sam een fucking harde damp. We hebben toen van sportschool moeten wisselen. Hé, hey, ze is er wel knapper op geworden. Ja, man. We hebben er echt al 2 jaar niet gezien. Ja. Ja, zij is super lief. Dat ja, wel echt. Ja, we gaan met de, zeker op rechts. Rechts. Wouter! Heel benieuwd naar jullie mening over mijn lengte. Is 2'10 te lang? Is 2'10 te lang? Huh. Ik wist niet eens dat de Twin Towers nog bestonden. En ja, serieus, geen goede lengte broeken kunnen kopen en dan... Groene sokken! Hé, hey, ik ben Saté. Slee. Ik heb trek, ik heb nog niet geluncht. Ja, zullen we een pauze houden? Ik wanneer ik Rijk zie met een Spotify link. Oi, oi, oi. En voor die grap ga ik echt wel links wijken. Ja, ik heb de foto's nog niet gezien. Ik heb echt nog meer zin om te roken nu. Oké. Ik neem het terug wat ik net zei. Ja, tuurlijk is dit rechts. Tuurlijk. Ja, dit is echt waar ik op zou vallen qua outfit. Die Jack Sparrow boots? Juist. Sam van het schip. Broek, kapper van Sam. Dit is mijn kapper. Dat was niet iets om trots op te zijn. Jawel, Rijk. Ik vraag dit toch. Hij heeft gewoon zichzelf weer exposed. Tuurlijk is dit weer jouw kapper. Weet je waarvan ik hem ken? Nee. Voor Holland's Next Topmodel. Wat was dat voor seizoen, joh? Dat hij dat gewoon durft te zeggen. Dat mijn kapper is. Ja, dat had echt de FBI niet uit mij gekregen. Ja, mijn kapper heet Sam. Ja, daar staat dat op. Waarom wij hebben ook een handshake. Een milkshake. Nee, dat doen we... Nee. Wij doen altijd dit. Als ik binnenkom... En dan spring ik zo. Oké, en dan heeft hij hernia. Je bent nog zwaarder dan je eruit ziet. Eva! In de bijlage van Sam staat altijd zo'n ding. Gabber! Oh, Sam! Ja. Ik ben Eva, 20 plus en in bijlage vind je mijn recente en leukste foto's, inclusief een poes. Oeh, zo'n mooi lichaam. Zo'n heel mooi lichaam. Ah, dat is de poes. Ja, teleurstellend. Ja, links. Maxima! Oké, okay. Mooie ogen. Ja. Ken je van die influencers die dan in zo'n hele lijpe supermarkt zo'n foto maken? Dat probeerden zij ook, maar dan in een Poolse supermarkt. Ja, want er ligt tapijt. Dat heb ik onder gezien. Zij is gewoon bij een lokale Turk. Oh, dit vind ik een vreselijke outfit. Ja, dit is echt huismoeder outfit. Kim! Deze fitness coach hier gelijk. Oh, ja. Mooi haar. Mooi haar. Groot voorhoofd. Ja, ik vind dat aantrekkelijk. Een groot voorhoofd? Ja. Oké. Okay. Dat ziet er toch heel mooi uit bij haar. Op deze foto zou je er links of rechts swipen? Links door het voorhoofd. Kim, rechts. Rechts. Sam, alweer Sam. De vorige keer was Sam van mening dat ik niet naar rechts geswipen moest worden, maar toch zit hij in mijn DM. Ja, ik heb een keer met haar gedm'd. Ja, hier zou ik hele vieze dingen mee doen. Oké, dat was Sam, niet de vraag. Sam, mij... links of rechts? Ja, oh, links. Oké, wacht. Hij wilde hier rechts, maar hij wist gewoon niet wat links en rechts was. Oh. Ja, wacht even. Hold on. Ik zat niet in haar DM, hoor. Die zat in mijn DM. Nou, dan ga ik sowieso naar links swipen. Ja, ik zou rechts swipen. Britt Meijer. Oh, dit is denk ik het zusje van haar. Oh, die is wel knap. Ik ga voor de zusje. Summer.
Hoi, ik ben Summer. Een paar random leuke dingen over mij. Ik heb 2 baarmoeders. Ik heb trouwens maar 1 nier. Wow. Wow, hè? De getallen van jouw organen. Ja. Gaat niet helemaal lekker hoor. Nee. Bobby. Bobby, ik ben 20 jaar, ik hou van dieren en kaas en vlees. Ik hou van 1 van de 2. Ze heeft mooie lippen zeg. Ja. Febo. Ze heeft een Febo shirt aan. Oh. Aanbijen, laat maar. Oké, okay. Vaginale schimmelinfectie, diarree. Nice, dat zijn inderdaad de pamfles waarmee je op de foto moet. Juist. Jullie hebben veel gemeen wel. Ja, dat wel. Kato. Zo. Oh, prachtig. Echt knap. Kijk, geen make-up of heel weinig. Gewoon witte mini-vaatdoek aan. De achtergrond is elegant. Ze heeft mooi haar, die ja. Oorbellen. Ja, jij bent stijf nu. Louise. Oh, dit is mijn zus. Evie en 21 jaar. Ja, die is heel knap. Maar dit lijkt bijna een nep. Dit lijkt bijna een nep, ja. Dit is... Als zij zo het echt eruit zien... Oh, wat? Ze lijkt je 12. Dat is echt best wel goor. Ja, dit is wel vies. Oké. Okay. Ik neem terug wat ik... Maar ze is 21. Hebben ze dan gewoon een hele oude foto gestuurd? Ja, kijk, hier lijkt ze wel 21. Ja. Lieselotte. Zij is gewoon een paar keer met de maan meegegaan naar Ibiza. Juist. Je ziet het aan de achtergrond. Aan de armbanden, de ketting. Sam. Weer een Sam. Hierbij de mooiste vrouw die je ooit gaat zien... Oh, zo. Misschien heeft ze nog gelijk ook. Jezus. Wauw, ze is Jezus. Prachtig. Ja, echt knap. Wat een knappe jeans hebben wij in Nederland. Ja, maar ook niet een paar normaal. Lelijke. Ja, dit is echt een 10. Dit is ook weer een 10. Is... Chantal de Jager. Hé, hey, deze hebben we vorige video gehad. Oh, hebben ze nog een keer ingestuurd? Met die kip. Waar is Sam op leek? Kip gestolen. Oh, lijk jij daarop? Wat een koe. Kip is lekkerder. Soraya. Zij is knap. Ja, zij is knap. Wauw, mooi gezicht. Ja. En ik heb een thumbnail. Robine. Ik had gehoord dat Rijk toch blonde meiden neukt. Oké, okay. Dit is Marte. Ze is 22, super sexy, super goede sugar mommy. En ze heeft de beste kont die ik ooit heb gezien. Laten wij dat even gaan oordelen. Ja, is goed. Dat is de VAR. VAR. De beste kont. Het is wel een natte poes. Anouk! Ik zag haar op chats voorbij komen pas geleden. En ze was toen haar vriendje aan het verbieden om op zuidvakantie te gaan. War is over. Hij gaat niet meer naar Albufeira. Ik kan weer ademen. Dit is pas geleden. Dus zij heeft een vriendje die niet naar Albufeira mag. Maar zij stuurt wel de foto's in naar ons. Ja. Dat is gek. Dat is niet handig. En daarvoor gaan wij... Naar links. Robine! Dit is de zus van Anouk, die Albufeira verbood. Oh, ze lijken echt heel erg op elkaar. Oeh, die is ook knap. Zo, die is echt veel knapper. Oh. Hé, hey, dat moet je ook weer niet zeggen. Ja. Zou je haar swipen naar rechts? Ja, rechts swipen. Ik denk naar links, denk ik op val. Sophia. Mijn naam is Sophia, ik ben 20 jaar in januari, heb ik een kaakoperatie gehad. Klopt. Dat was mij aan het pijpen. Oké, dat was het. Yes! Wie was jouw all-time favorite? Ja, ga ik echt wel voor die Ginger Sam. 2 Sammen waren allebei echt heel knap. Het zit hem in de naam. Dat zit hem niet in de naam. Voor mij was dit mijn favoriet. Ja. En deze. En wie ga je DM'en? Deze. Download Happn via de link in mijn beschrijving. Dat is een leuke dating app. Misschien zit je crush van deze video ook wel op de app.